Aanvaller Jordi Thomassen neemt met pijn in zijn hart afscheid van de Graafschap en keert met ingang van het nieuwe jaar terug naar zijn oude club Helmond Sport. De 26-jarige spits kreeg in zijn tijd in Doetinchem geen vaste basisplaats, maar geeft de technische staf daar niet de schuld van. Ik heb er moeilijk mee gehad. Nog steeds misschien. Maar goed, je bent mensen die wil voetballen. Maar vind je dat je te weinig kansen hebt gehad hier? Nee, ik verwijt trainer absoluut niks. Ik heb hem wel eens aangegeven, misschien kan je ooit een keer met twee spitsen proberen. Dat heb ik op een grappige manier gedaan. En ook gewoon binnen de kamers gewoon, op een serieuze toon. Maar ik heb hem niet weten overtuigen om ooit met twee spitsen te spelen. Ja, op een halve wedstrijd na tegen Jong Ajax ging het wel goed, moet ik zeggen, van 0-2 naar 3-2. Maar ja, vaker hebben we het niet gedaan, dus dat is jammer. Maar daar verwijt ik hem niks van. Wat verwijt je jezelf? Ja, eigenlijk ook heel weinig. Dat ik misschien niet heel veel goals heb gemaakt. Maar aan de andere kant, ik heb elke dag hard getraind. Ik heb elke dag ben ik in de gym geweest. Dus ik heb er op het trainingsveld het maximale uitgehaald. Helaas heb ik niet veel mogen scoren in het shirt van de Graafschap. En, of het komt door het vertrouwen of dat komt door weinig ritme, weet ik niet. Dat is iets wat ik met mezelf moet gaan evalueren met mijn begeleider, Fred van Horen. Dat doe ik in de winterstop weer. En uiteindelijk gaan we weer met volle moed naar Helmond Sport vanaf januari. Jordi was bij mij van harte welkom. Een waanzinnige goede prof. Hij heeft altijd zijn stinkende best gedaan tot de laatste minuut. Alleen hij wil spelen. En dat is lastig. Dus hij moet het met minder minuten doen. Alleen, dit is een echte sportman. Die kiest zelfs dan voor een Helmond Sport. Terwijl ik denk dat hij nog wel een stapje hoger kan. Maar hij wil spelen, Jordi. En bij de Graafschap is dat lastig. Want daar ligt de lat ook enorm hoog. Hoe hecht lag je in deze groep? Hecht, ja. En dat doet het pijn als je moet trekken? Ja, het moet niet, maar ik wil het voor mezelf. En dat doet wel pijn, ja. En hoe graag wil je bij Helmond wel laten zien? Ja, tuurlijk. Je bent uit op revanche. En dat gaat wel goed komen, daar ben ik niet bang voor. Ik vertrouw op mezelf en dan komt het allemaal goed.